Voor de zesde keer was er zaterdag 8 september de Biesbos Open Water Race in Sleeuwijk, georganiseerd door de Biesbos Zwemmers. Naast de wedstrijdonderdelen was er dit jaar ook een onderdeel voor recreatieve zwemmers. Aan dit onderdeel was een goed doel gekoppeld. Jullie zwemmen voor een doel dit jaar. Welk doel is dat? Het doel waar we aan de kilometer en de 5 kilometer die momenteel bezig is gekoppeld hebben, is de ALS, als het je raakt. En dat is een onderdeel van de Nederlandse Stichting ALS vanuit de regio Gorinchem. Omdat een van onze leden sinds oktober definitief te horen heeft gekregen dat ze ALS heeft, vonden wij het wel mooi om daar de afstanden aan te koppelen. En zij gaat zelf morgen in Amsterdam 2 kilometer zwemmen. Dus voor haar zit wel een mooie opsteken dat een aantal zwemmers van onszelf namens haar hier deelnemen. Wat wordt er van uiteindelijk het deelnemersbedrag weggegaan naar het ALS? De kilometer en de 5 kilometer is dan voor de ALS. En dat volledige bedrag waar we daar van binnen krijgen gaat ook naar die stichting toe. Daar houden we werkelijk waar geen 0 euro van over. Zoals je zei, er worden afstanden gezwommen. Er zijn een paar afstanden bij die dus voor de prestatie gericht zijn. Dus die voor het ALS in principe zijn. Maar welke afstanden worden er nog meer gezwommen? De kortste afstand is 250 meter, dat staat voor de jongste zwemmers. En dan loopt het op van 500 meter naar 1000 meter. En de langste afstand, behalve de 5 kilometer, is nog 2 kilometer. Wordt er ook goed gezorgd voor de zwemmers als er iets is? Mochten ze door omstandigheden in het water uitkomen, dan hebben we natuurlijk op het water de reddingsbrigade, tenminste een aantal mensen die ze eruit kunnen halen. Op die bootjes zijn dekens en dergelijke om te voorkomen dat ze het koud krijgen. En vanaf de kant kunnen ze dan naar de EBO toe om daar eventueel verder op te warmen. Hoe is de temperatuur van het water? De watertemperatuur is vanmorgen gemeten op 18 graden. En dat is een mooi temperatuurtje als je kijkt dat we vorig jaar een watertemperatuur hadden van net 16 graden. Dus ze hebben 2 graden warmer. En houdt het in dat mensen met wetsuits moeten gaan zwemmen of dat dat een eigen keuze mag zijn of zelfs niet eens mag? Het mag niet eens in dit geval. De KNZB, Nederlandse Zwembond, heeft vastgesteld dat wetsuits mogen bij afstanden van langer dan 3 kilometer. En een watertemperatuur onder de 18 graden. Aangezien we precies 18 graden hebben, mogen ze dus niet met wetsuits zwemmen. Er zijn mensen die wel met wetsuit zwemmen, maar dat zijn degenen die prestatietocht zwemmen. Hoe was het watertemperatuur? Het was best koud, maar op een gegeven moment ben je er gewoon wel aan. Hoeveel kilometer heb jij gezwommen? 5 kilometer heb ik gezwommen.